Welkom. Weet u dat elke dag tientallen Franse kinderen de grens oversteken om naar school te gaan in België? Om een beetje meer daarover te weten, gaan we zo meteen praten met mevrouw Linda Van Hey, directrice van een Belgische school. Puisqu'on parle de vocabulaire et d'apprentissage, savez-vous que chaque jour, des dizaines de petits flamands français traversent la frontière pour suivre leur scolarité dans une école belge? Pour mieux comprendre leur choix et celui de leurs parents, on va tout de suite rencontrer et parler avec madame Linda Van Hey, directrice d'école. Bonjour Linda, goeiedag. Goeiedag, bonjour. Alors, juste pour l'information, tu parles très bien français, mais comme tu es un peu plus à l'aise dans ta langue maternelle, on a décidé de faire cette interview en néerlandais. Mais pour les francophones, pas d'inquiétude, tout sera sous-titré. Als eerste wil ik u bedanken voor uw gastvrijheid. Dank u wel voor de ontvang vandaag in uw school in Abel. Een perfecte plek om deze nieuwe tweetalige uitzending te beginnen. Ik geloof dat we echt dicht bij de grens zijn. Inderdaad, ik ben heel blij dat je bij de kleine prins Abele hebt uitgekozen om als eerste uitzending hier te zijn. We zijn inderdaad een school op de grens. Mm-hmm. Als je de grote straat, de Abeelseweg, inkijkt, dan heb je rechts de Belgische kant en links heb je de Franse kant. Dus echt een school op de grens. Mm-hmm. We zijn een landelijke school. En vandaar dat het heel perfect is om deze uitzending mee te beginnen. Ja, inderdaad. En ik weet ook dat de naam van uw school, Le Petit Prince, de Kleine Prins, belangrijk is voor u. Kunt u een beetje meer over vertellen? Een beetje meer over zeggen? Ja hoor. Toen ik hier toekwam, dat is inderdaad al een 12-tal jaar geleden ondertussen, kreeg de school juist de naam De Kleine Prins, Le Petit Prince. Ik was daar heel blij mee. We zijn een kleine school, Le Petit Prince, kleine school, maar vooral... Eén zin uit dat verhaal van de kleine prins is voor ons heel belangrijk. Namelijk, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. We zien alleen met het hart, de ogen zien niet alles. Mm-hmm. En dat is een zin die ook in onze visie staat van onze school. Want wij willen hier, alle leerkrachten, heel ons team, wil aan deze visie werken. En dus we willen dat de kinderen in de eerste plaats zich goed voelen in de kleine prins. Ja, dat is een hele interessante, hele leuke visie. Kunt u een beetje meer vertellen over de school? Hoe groot is de school? Hoeveel leerlingen? En misschien ook de verhouding tussen Franse en Nederlandse, tenminste Belgische, sorry, leerlingen? Oké, wij hebben een... Dit jaar zijn we gestart met 81 leerlingen, dus 85 leerlingen. Mm-hmm. Waaronder dus 1/4 van onze leerlingen wel Franstalige kinderen zijn. Dat is toch wel veel op zich. Dus dat is, groeit altijd maar door. Ja, oké, inderdaad. Maar we zijn dus een kleine school. Iedereen kent iedereen hier. Er zijn ook wat mensen die daarop afkomen, die liever een kleine school hebben dan een grote school. En inderdaad, dat is dan een kans voor ons. Ja, natuurlijk. En we hebben nog niet over gepraat. Vanaf welke leeftijd kunnen de kinderen bij uw school... Vanaf 2,5 jaar mm-hmm. tot 12 jaar. Dus peuter tot en met zesde leerjaar, inderdaad. En kent u de reden van de Franse ouders om hun kinderen naar een Belgische school te laten gaan? Kunt u een beetje meer over vertellen? Ja, we zijn dus een grensschool, dus er zijn hier ook wel kinderen vanuit gemengde gezinnen, noemen wij dat. Dat wil zeggen, de papa is Franstalig of de mama is Franstalig en de anderen zijn Nederlandstalig. Dus die komen dan naar hier. Maar er is ook vanuit Frankrijk belangstelling, omdat er hier in het Poperings, in onze omgeving, heel wat werkgelegenheid is. Er is zelfs in Abele een... bedrijf, een firma, RFN genoemd. Mm-hmm. En die hebben 99 personeelsleden, waaronder ook Franstalige mensen. En de tweetaligheid is wel heel belangrijk dan. Ja, daarom. Dus daarom doen ze het. Een betere reden, ja, natuurlijk. Inderdaad. En ik vroeg me af, hoe in de praktijk, hoe werkt het als een nieuwe Franse leerling in de klas komt? We hebben het liefst dat de kinderen komen vanaf 2,5 jaar. Mm-hmm. Dan hebben zij een 3 à 4 jaar tijd om het Nederlands in te oefenen, vooraleer ze beginnen met lezen, schrijven en leren in het Nederlands. Dat is wel belangrijk, dat ze toch een 3-tal jaar hebben. Ja, hoe vroeger, hoe beter eigenlijk. Inderdaad. Ja, inderdaad. En dus het is niet alleen benefiek voor de Franse leerlingen, denk ik, om ook voor de Belgische kinderen dat mening tweetalig
Ja, inderdaad, voor onze kinderen is het ook heel interessant. Zij horen dagelijks de Franse taal. Dus dat kan voor hen ook interessant zijn. Hè? Dus ouders komen op de speelplaats iets vragen. Natuurlijk, alle lessen zijn wel in het Nederlands. Mm-hmm. Maar wij staan de ouders wel te woord in het Frans natuurlijk. Ja, dat doen we dus. Dus onze Nederlandstalige kinderen, onze Belgische kinderen, horen iedere dag op de speelplaats aan het poortje van de ouders het Frans. Ja, dat is natuurlijk een goed ding om deze andere talen te leren. Dus ja, u klinkt erg enthousiast, maar we hebben nog niet echt veel over uw team gepraat. U bent natuurlijk niet alleen met deze school. Absoluut niet. Alleen kan ik het niet. Maar ik mag wel zeggen dat ik een topteam heb. Ik kan rekenen op hun dagelijkse inzet. Want een zin in onze visie is ook dat wij hier een school willen zijn waar dat kinderen de beste versie van zichzelf mogen worden. En daar werkt mijn team alle dagen aan. Ja, dat is erg mooi. En om het af te sluiten, wilt u nog iets aan toevoegen? Heb je nog een paar dingen over de school te vertellen? Ja, wij zijn aan uitbreiding toe. Dus we hebben bouwplannen gehad en die zijn er bijna afgewerkt. Dus in januari, februari komt u gerust terug voor onze open deur van de nieuwe gebouwen.